oprichting van mijn eigen bedrijf. Ja, daar wil ik wel wat van vertellen. Ik heb altijd in loondienst ben ik bezig geweest met het missionarische werk van de geosector. En ik heb daar leuke dingen in gedaan. En ik heb altijd geprobeerd om de geo-business echt naar de businesskant te krijgen. En wat bedoel je daarmee? Dat het bedrijfsleven en ook zeg maar, de andere takken van sport buiten de kern van wat softwarebedrijven, dienstenleveranciers in de geosector doen, dat die ook gebruik maken van het gedachtegoed en de functionaliteit die aangeboden wordt. Ik heb altijd iedereen proberen te stimuleren om dat te doen. En ik denk dat het beter is, ook voor mijzelf, om het zelf maar te laten zien dat daar gewoon business in zit en dat er niet alleen business in zit voor mijzelf, maar dat de klant daar ook bij geholpen is en bij gebaat is. Het gedachtegoed wat wij al jaren hebben in de geosector ook gebruiken voor hun eigen, ja, om hun eigen doelstellingen te bouwen. En even concreet, wat zijn jouw doelstellingen? Laten we zeggen op de middellange termijn. Mijn doelstelling op de middellange termijn is om levensvatbaar te zijn. Ja, te groeien. Nou, niet zozeer te groeien, maar dat ik met datgene wat ik wil doen en bewijzen, dat ik daar gewoon mijn boterham mee kan verdienen en een aantal mensen ook mee aan het werk kan houden. Dus een team opbouwen. Die beslissing om dat te gaan doen voor jezelf, die is gerijpt natuurlijk. Maar zou je nou, het is een makkelijke vraag eigenlijk, maar toch proberen ze een serieus antwoord te geven. Er is in Geo Nederland nogal wat veranderd de afgelopen 4-5 jaar. Ja. Is het nu voor jou een beter moment dan bijvoorbeeld 4 jaar geleden en waarom? Ja, ik denk waar wij het in het verleden ook wel over gehad hebben, over de acceptatie van geo-informatie in het algemeen. Dat het nu echt een meer algemeen verbreid is. Hè? Vanwege Google, vanwege Virtual Earth, vanwege TomTom. Vanwege de websites die nu allemaal in de lucht zitten komen. En vanuit de eigen expertise, zeg maar met de geo-achtergrond, denk je van leuk dat je dat allemaal, dat soort initiatieven die vanuit het bedrijfsleven die opgezet worden. Maar alleen visualisatie kan nog zoveel meer doen dan alleen maar dingetjes op Google Earth plaatsen. Dus dat is één kant, hè. De acceptatie denk ik bij het grote publiek van kaartjes en kaartinformatie en het gebruik daarvan. Aan de andere kant de technologie, ik denk dat die ook veel verder is. Hè. Dus we zijn 7-8 jaar geleden zijn we bezig geweest met location-based services. Ja. Nou, dat was de ware business case, en toch stapte de klant daar niet in. Nou, omdat ze andere prioriteiten hadden en hebben. Dus de technologie en ik denk ook de beschikbaarheid van algemene informatie, dat die ook steeds groter wordt. Als je ziet van hoeveel terabytes aan informatie er per dag eigenlijk bij komt, dan heb ik altijd zoiets van, leuk dat die informatie erbij komt, maar maak er nou eens op een zinvolle manier gebruik van. Ik las laatst, of ik hoorde laatst, een prachtige opmerking over de Apple iPhone. Wat me bijbleef was dit. Het is allemaal bestaande technologie. Ja. Niets in de Apple iPhone is nieuw. Nee. Maar het bij elkaar vegen in zo'n mooi slik apparaatje, dat was nieuw. Dat was de innovatie. En dat is misschien wel de metafoor zoals jij in de markt wil staan. Ja, en dat heb ik eigenlijk ook. Ik heb te kort eigenlijk in het bestuur gezeten. Ik had de portefeuille innovatie. Bestuur van Geo Business. Van Geo Business. Ja. Dat was ook eigenlijk hoe ik daar inhoud aan wilde geven. Ja. Ja, wat gezien de tijd dat ik in het bestuur heb gezeten, te kort is om daar echt vorm aan te geven. Maar dat ga ik nu op eigen kracht doen. En dan mogelijk met behulp van of in samenwerking met de business. Leuk. Veel succes. Dankjewel. Dankjewel voor het interviewtje.